En het was bijna gelukt. Wil je hem nog een keer zien? Ik heb helemaal geen vlieg gezien. Moet je opletten. Daar komt hij. Kijk, let op. We hebben hem vertraagd. Ja? Komt een aanval. Kijk, 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 weg die vlieg. Bijna. Nog een keer. Ah, bijna. Zo, stukje. Als hij hem gestoken had, was het afgelopen met de golfcrisis. Ja, maar gevolgens ook dat de mensen nu zeggen, zie je wel, hij doet eigenlijk geen vlieg kwaad. Ja. 50-50 zeg. Maar we verzinnen wel weer wat nieuws. Dat heb je me helemaal niet verteld. Komt wel goed met die crisis daar. Waarom vertel je me dat niet? Ja. God, dat moest je even geheim houden. Maar even welkom bij Kijk op de Week en dan verzinnen we... Heb je nog meer vliegen? Van Honecker. Nee, ik heb nog een paar dingetjes in petto. U hebt een lijst meegenomen, hebben we even voor alle duidelijkheid vormgegeven van wat er in zo'n pakket zou moeten. Ik lees even mee, hè? Nou, iedereen kan lezen. Koffie, cacao, chocola, suiker, rijst, melkpoeder, volmelk, plantenmargarine, havermout, vlees in blik, harde worst, tonijn in blik met olie, kaas, fruit in blik, zout, zeep. Dat is hoeveel? 11,5 kilogram. En dat zou dan passen in de wensen die in de Sovjet-Unie leven. Dat is beantwoord de schaarste dus. En dat zou te leveren zijn voor 50 gulden. Oud-minister van Landbouw en Visserij Gerrit Brax leidt de actie Voedselhulp voor de Sovjet-Unie. Wij zijn erg benieuwd hoe dat bericht is aangekomen bij de fanclub van Gerrit Brax. De heer en mevrouw Meibos in Schiedam, geloof ik. Ah, dan mevrouw Meibos. Mevrouw Meibos. Ja! De Cohen van B. Ja. Ik zit jullie. Ja. Dag jongens. Ja. Hebben jullie het al gehoord? Gerrit Brax is terug van weg geweest. Ja, we vertellen het net aan de mensen. Leeft de fanclub nog, mevrouw Meibos? Ja, de fanclub is altijd blijven bestaan. Leuk. Maar we zijn hem altijd trouw gebleven. Hoewel, de laatste tijd werd het wat minder, hè? Je kreeg wel opzeggingen. Dat is omdat hij natuurlijk minder op tv kwam. Ja, van de buis uit het hart. Ja, zo is het toch? Maar daar was hij weer. Vrijdagavond bij Maartje. Wat een knappe man, hè? Met dat mooie golvende haar. Wat een fijne kerel. Hij gaat voor het eten voor de Russen zorgen. Ja, goed, hè? Nou, ons pakket is al klaar. Bert heeft gisteren de boodschappen gehaald. En Bert, laat eens zien. Heb je goed opgelet op het lijstje van Gerrit Brax? Heb je nog alles? Koffie, de havermout, het zout, de blikken, de worst. Nee, Bert. Nee, Bert, het moet een harde worst zijn, hè. Worst is toch worst? Nee, dit is smeerworst, Bert. Nee, het moet helemaal naar Rusland. Als dat onderweg open gaat, wordt het één grote knoeiboel. Dat is toch harde worst? Nee, Bert. Harde worst, hè? Gerrit Brax is er zelf geweest. De Russen, Bert, dat zijn grote kerels met lange baarden, grote tanden. En die hebben de hele dag buiten onder min 40 graden nul hout staan hakken. Die komen binnen en dan willen ze harde worst. Au! En niet zo'n slappiemeltje. Nou, je zoekt het maar uit, Bert. Je gaat maar terug met je worst. Je regelt het maar. Mensen van de fanclub, harde worst, hè? Hoe kom je er nou bij, Bert? Met zijn slap worstje aan te komen. Gerrit heeft toch gezegd harde worst, dan is het harde worst. Nee, daar kunnen we niet mee aankomen, want moeten die Russen wel van ons denken? Ze met zo'n slap worstje, schrijf toch uit, man. Harde worst moet het wezen, anders niet. Hij is ook het maar uit. Harde worst, Bert, uit, punt uit. Kom maar nog eens, hoe harde worst? Ja, dit belooft de meest filantropische decembermaand van de hele 20e eeuw te worden. Zeker weten en hartstikke goed. Hartstikke goed. Hartstikke precies. Goed. Angela Groothuizen die gaat de uitdaging aan om een optocht van 1000 campers vol pepernoten naar Moskou te krijgen. Hartstikke goed. Hartstikke bedankt. Hartstikke goed. En als de VARA er op 15 december nou ook nog in slaagt om Ivan Rebrov te contracteren. Grote Rus met baard. En de Maastrichter Staaier met het Wolga-lied. En dan heb ik het nog niet over alle directeuren van koekfabrieken die dankzij een ontheffing van het commissariaat voor de media zonder muilkorf hun firmanaam in de microfoon van Paul Witteman mogen blaffen. Dan zie ik op maandag 17 december wel weer deze advertentie in de kranten staan. Hè, waarin Marcel van Dam bedankt mensen nog een paar verdwaalde blikken tonijn in olie bij elkaar veegt. Zeker weten. Fantastisch. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Je wordt er warm van. Fantastisch. Hè? Maar je begrijpt toch wat ik bedoel? Ik ben er hartstikke tegen. Dan ben je voor de honger dus. Nee. Ja. Ik ben tegen die schijnheilige selectieve goedgeefsheid. Goedheiligheid, dat is het.
selectief. Oh, goed. Wat markeert er dan aan? Ah, wel nee. Niet die 1 miljard die we op defensie kunnen besparen dankzij Gorbatsjov erheen sturen, ja, maar een handvol schoenendozen met Gutterswaren in een buitenwijk van Moskou dumpen. Dat is wat we doen. En selectief. Roemenië vergeten. De Bulgaren krijgen nog geen korrel zout. Dat komt allemaal nog wel. Het komt nu pas op gang. Al die acties die breken nu pas los. Bijvoorbeeld de heer Ledenboer van het IPOP. De decemberactie van het IPOP. Goedenavond, meneer Ledenboer. Goedenavond. Dat IPOP, wat is dat? Het IPOP. IPOP mag staan voor interkerkelijk pastoraal overkoepelend platformoverleg. Alsjeblieft. En wat heeft het IPOP in petto, meneer Ledenboer? Nou, het IPOP mag een actie aankondigen die is gericht op de eerste lijns behoeften van de behoeftigen in de derde wereld. Met name richt de IPOP-actie van december zich op de sloppenbewoners van Mexico-stad. Mensen die voor hun voedselvoorziening vaak zijn aangewezen op de vuilnisbelt. Wel nu, wij in het rijke Nederland beschikken over overvloedige hoeveelheden vuilnis, hoogwaardig vuilnis met een hoge voedingswaarde. En de IPOP-actie is erop gericht om enkele duizenden containers van dit vuilnis te verschepen naar Mexico, het daar te dumpen op de vuilnisbelt, zodat de mensen daar weer hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen. U kunt allemaal deze actie steunen door in december zoveel mogelijk eten weg te gooien. Zit u aan een diner en u vindt iets niet lekker, eet het niet tegen heug en meug op, maar gooi het meteen weg. Bak ook geen restjes op de volgende dag. Denk even aan de mensen in de derde wereld. Namens de honderdduizenden daar en namens een diepop. Hartelijk dank. Goedenavond. Ik moest blij met blik zijn en blij met niet te dik zijn en blij zijn dat ik rij en dat ik veilig vrij. En blij met de NCAV, maar ik ben enkel, nog maar blij met mij. En ook dat zelfs, nog maar af en toe. Mozes Kriebel, wat ben ik down, zeg. Jij bent de payman. Dan gaan we nu eerst maar over naar Café Bar Vita Nova in Den Haag, want de heer Van der Naat moet de hele week Sinterklaas spelen en vanavond was het, hebben wij begrepen, voor de kinderen uit het tweede huwelijk van zijn zoon uit zijn eerste huwelijk. Meneer Van der Naat. Goedenavond, doet u nou in de bar. Zoom even in. Een nieuw technisch snufje, we kunnen inzoomen, ja? Ja. Doordraaien, zie je? Zo. Mooi, hè? Ja, dat is goed, zeg. Goed, hè? Ja, zo, stop. Meneer Van der Naat, u heeft er niet zoveel zin in, geloof ik, hè? Ja, jongens, ik ben een beetje somber. Ja. Last van winterdepressie. Kom maar op het onderwerp van vandaag. Voor het onderwerp? Oh. Ja, kom wel even. Nou, ja, graag. Kom op, meneer Van der Naat. Het is een somber, hè? Daar tegenaan, hè? Ja, oké. Okay. Waar ging het over dan? Ja, wij gingen dus van de week politiek weer over de auto in de Tweede Kamer. Hoe krijgen we de automobilisten uit de auto? Daar krijg je er een punthoofd van. Ja. En een sick. Wel dat nieuws op de buis vertonen ze dan files. Ja. Record. Er is deze week op de tv een file van 1250 kilometer vertoond. En niet richting Rusland. We begrijpen uw weerzin, maar kunt u toch een commentaartje geven voor ons? Ja, goed. Okay. Maar doen, hè. Gaan we dan. Daar gaan we. Ja, mensen, ik word er echt een beetje somber van de auto. Er zijn nou 5,4 miljoen auto's. Als we niks doen, komt er 70% bij. Doen we wel wat? 35%. Hebben we 8 miljoen auto's. Maar die cijfers blijken nou ook weer niet te kloppen. We krijgen 10 miljoen auto's. Moet je eens nagaan. Moet je nou de files alles bekijken. De chaos en de ongelukken. 10 miljoen auto's. Dus iedereen die nou wat over de auto beweert, die krijgt alle kans. Ga je gang maar, zeg het maar. Woensdag dook ineens meneer Drees op, zeg. Drees junior, zei we vroeger, maar dat is nou dus de oude Drees. Maak het parkeren onmogelijk. Autoprobleem opgelost. Ten wezen, je weet het niet. Dan had je vrijdagavond die hoofdcommissaris van het district Terwijksel op de buis. Die had ook een plannetje. Wat wil die man het rijgedrag beïnvloeden van de automobilisten? Dat wil ik helemaal niet. Onzin. Modern sprookje. Is toch geen sprake van. Men wil toch alleen maar harder. Maakt toch niet meer uit. Mist, hagel, sneeuw, 140 kilometer, jongens. Scheurgeblazen. Onzin. Nee, dat niet. Maar wat voor plan hebt hij dan wel?
betere omleidingen. Daar hebben wij mee te maken. Stel, er gebeurt hier dadelijk een ongeluk. Zit er dik in, mister. Hier. 120, 140 kilometer. Ongeluk. Weg wordt afgesloten. Moeten wij voor de omleiding zorgen. Kilometers weg. Markeringen plaatsen. Extra mankracht. Gelazen. Dan zeg ik, heel simpel. Zaag om de kilometer een segment uit die vangrail. Hang hem er met haken weer in. Gebeurt daar een ongeluk? Omleidingje, kilometer verderop, doe weer op. En zo gaan we maar door. Gisteravond, heb je die gezien? Ene ingenieur Oosting met zijn elitaire plannetje. Moet je eens kijken. Het wordt nu echt de allerhoogste tijd voor een heel ander autonummer. Ja? We moeten het gebruik van de auto niet bemoeilijken. Nee, we moeten het bezit van de auto onmogelijk maken. De vorige eeuw had ieder huis nog een tuintje in Nederland. Dat kan ook niet meer. Dus zeg ik, geef de auto terug aan de allerrijkste. Zo was het oorspronkelijk ook. Bentleys, Morgans, Hotchkiss, de LaSalle. Ja? Dus maak de auto zo duur dat we alleen nog autorijders hebben vanaf een ton limousines. Prijs van liter benzine gelijk aan de prijs van een fles bourgogne. Ja, zal je zien. Esthetisch ook veel mooier. Ja, al die files met die onesthetische felgekleurde kleine perswagens uit de middenklasse eruit. Alleen autobussen, vrachtwagens en limousines. Ja? En net zoals bewoners van grote particuliere woningen er asielzoekers bij zouden moeten krijgen. Ja, hallo, ja. Moeten dan mijn limousinerijders carpoolers in de wagen meenemen, wat ze graag doen, omdat ze veel te trots zijn op hun dure wagen. Dat is de enige oplossing. Maak de auto onbetaalbaar duur. Zolang dat niet kan, zeg ik, verhoog de leeftijd waarop het rijbewijs gehaald kan worden van 18 tot 25 jaar. Die verdienen toch nog niet genoeg van 18, dus krijg je weer zo'n klein perswagentje erbij. En daarnaast moeten de tunnels er komen, want dat is veel te leuk. Ik reed hier naartoe, ik had Radio 4 op, stuk klassiek, ik zong mee, ik reed de tunnel in, dan valt de radio weg. Die blijft doorzingen, want je kent het nummer. Komt tot het eind van de tunnel, ligt erop. Ik zing nog steeds. Hadden ze een hele andere plaat opgezet, ja? En toen dacht ik, hoogste tijd voor een ander autonummer. Mensen. Ik kruip eens vroeg onder de wol en ik kom er volgende week onder vandaan. Zo. Of nee, wacht even. Ik steek eens een lekkere sigaar op. Dat wil wel eens helpen. Weet je, tot de volgende week. Dan wil ik nu graag een actie ondersteunen die mijn volle sympathie heeft. Waar ik als één man achter sta en ook onder sta. Oh. Dat is deze actie. Ah. De opgestoken paraplu. Paraplu, dan is het weer kunst. Dit is Christo. Nee, niet het paraplu-project van Christo. Nee. De opgestoken paraplu als actiesymbool tegen een mogelijke golfoorlog. Ah. Doe de deur maar open. Ja. Zie het. Kijk. Amsterdam, gisteren op de Dam. 500 vrouwen met opgestoken zwarte paraplu's. Ah. Als protest, als teken van rouw tegen een mogelijke oorlog. Is nog maar het begin. Komen tientallen vredesacties. 15 december is de grote dag. Heel Amsterdam, één grote opgestoken paraplu. Sta ik volledig achter en onder. Mooi. En zo'n zwarte paraplu, die moet kapot zijn? Nee, nou, ik kon zo gauw geen ander vinden. Maar het is goed dat je het vraagt, want ik zit daar een beetje mee. Kijk, ik vind het natuurlijk heerlijk dat er geen oorlog komt. Ja. Buiten kijf, er komt ook geen oorlog. Maar ik vind het ook een beetje jammer. Jammer? Ja, ken je dat gevoel? Nee. Ik vind het een beetje jammer. Ik had graag gezien hoe Hussein werd opgebracht, net zoals Noriega. Hè? Geboeid. Ik had graag willen weten of die fregatten van ons ook echt kunnen schieten. En ik was erg benieuwd geweest hoe Bush de ouders van de gesneuvelde militairen zou hebben toegesproken over een paar maanden. Ik weet het, het klopt van geen kant, het is fout, ik weet het. Maar het zit diep in me. En dat zeg jij dat niet? Uitgerekend in Cake op de Week. Heb jij dat niet? Nee, dat nooit. Diep gewortelde leed van nooit. Nee? Gek, hè? Als je op de weg rijdt, het gaat goed. Hè? Ja. Jouw kant is in orde. Andere kant staat een hele lange file. Ja. Dan juicht het een beetje in me. Van, haha, kijk, ze staan en ik rij lekker. Heb jij dat nou niet? Nee. Dat gevoel? Nee. Nee? Helemaal niet. Beetje jammer dat er geen oorlog komt, want er is verder niks op televisie. Nee. Nee. Heb je dat niet? Wat verdorie, dan heb ik het alleen. Dat is heel vervelend. Draai je ook nooit waar. Goedenavond. Ach, mag ik even een oproep doen in verband met onze actie? Ja, dat is goed. Dat doet u maar. Voor actie. Even inzoomen dan. Even inzoomen op die man.
Wagner, hij zelden. Zo heb ik het alleen, dan ben ik bij zeer speciale gelegenheden. Maar anders nooit. Wagner. Herken je het gevoel? Nee, helemaal niet. Ik vraag hem dus wel eens. Meneer, wel. Wat wilt u zeggen? Het is zo, dames en heren, dat wij de bladerinzameling van woensdag jongsleden geheel hebben verwerkt. Wij kunnen weer nieuwe bladeren hebben. Bladeren? Breng uw bladeren naar het bladerverzamelpunt Nachtegaalplein ter Weksel. Fijn hoor, dank u wel, dat was alles. Bladeren, herfstbladerenactie, wat is dit? Bladeren? De herfstbladerenactie, die kent u niet? Nee. Ah, wel, het is zo dat wij gedurende 2 weken nu herfstbladeren verzamelen in het kader van onze actie Bladeren voor Mauritanië. Mauritanië, dat arme Afrikaanse land dat voor de helft in de Sahara-woestijn ligt, waar geen bomen groeien, laat staan dat er bladeren op de grond liggen. En wij, hier in het Rijke Westen, wel, wij komen om in de bladeren. Er zijn nog nooit zoveel bladeren van de bomen gevallen als in deze herfst. Vandaar onze actie. Bladeren voor Mauritanië. Want in Mauritanië kan men er zulke leuke dingen mee doen. Men gebruikt ze als brandstof. Men kan er dekbedden mee vullen. Men kan er soep van trekken. Men eet ze rauw van de steel. Men kan erop kauwen. Kortom, de bladeren die hier op de grond liggen te rotten, worden daar met gejuich ontvangen. En daar is mevrouw Van der Meulen. Dag mevrouw Van der Meulen, wat een heerlijke zak. Gooit u hem er maar bij hoor. Onze vrijwilligers zorgen voor de rest. Fijn. Dank u wel hoor. Dag mevrouw Van der Meulen. Samen Sinterklaas in Kortgebied. Ja, het is reuze gezellig, ma. En al die blije gezichten, hè? En al die blije gezichten. Ja, dan moet ik even kijken of Sinterklaas hier een pakje voor je heeft afgegeven. Oh, ik ben reuze benieuwd, ma. Wacht je even hier? Ja, ik wacht, hoor. Dan gaat ze voor mij een flesje aftershave kopen. Daar krijg ik al 20 jaar hetzelfde gedicht bij. Om na het scheren op je snoet te smeren. En dan koop ik dadelijk daar voor haar 3 zakdoekjes. Die verpak ik in een knot wol. En dan moet ik een gedicht bijmaken van minimaal 20 regels. Maar ik wil dit niet meer. Ik kan er niet meer tegen. Ik wil rode lingerie kopen voor een geile vriendin. Maar ik heb geen vriendin. Daar ben ik voor behandeld. Ik heb alleen mijn moeder. Dat is het grote probleem. Ja, en, ja. Oh, ik zal niet kijken hoor, ma. Nee, ik ben reuze benieuwd. Je stond er nog op, hè? Gezellig. Ja. Samen Sinterklaas. Oh, komen. Reuze gezellig, ma. En al die blije gezichten. En al die blije gezichten. Ja, dat kan wel, hoor. Nou, ma. Ik moet even daar in die winkel zijn. Oh, ja. Blijf je even op me wachten. Ja, nee, ik blijf hier. Ik zal niet kijken. Nee. Dan krijg ik woensdagavond 3 zakdoekjes van hem, dat weet ik nu al. En die verpakt hij in een knot vol. En dan maakt de schat er een gedicht bij. Dat moet ik helemaal voorlezen, minstens 20 regels. En dat begint altijd met, voor als het koud is buiten om je neus te snuiten. Ik vind het eigenlijk zo stom vervelend, hè, die week. Maar ja, ik kan toch niet tegen hem zeggen dat we het niet meer vieren, Sinterklaas, want het blijft je kind. Gek mens ben ik, hè. Oh, ma. Ben je er hier? Je kwam nog op de lijst voor, met niks je naam. Nee, niks zeggen, nee, ik wil het niet weten. Nee. Gezellig, hè, samen Sinterklaas en Kopen. Reuze gezellig, ma. En al die blije gezichten. En al die blije gezichten, ja, ja hoor. Zullen we even een kopje koffie doen? Even een kopje koffie drinken. Gezellig, even een kopje koffie O jee, we hebben nog net tijd voor 1 actie. Nee, geen acties. Jawel, de laatste. Dit is een goede actie. Het gaat niet om cacao of tonijn of voedselpakketten. Het gaat concreet om brood. En de heer Eddy de Greef, een Haagse zakenman, weet er meer van. Meneer de Greef, goedenavond. Waarom de actie Brood voor Burundi? Nee, geen brood. Bloot. Bloot? Bloot? Ja, bloot. Bloot voor Burundi. Geen brood. Dus geen brood voor Burundi? Nee, het gaat om bloot. Het gaat niet om brood. Ook brood bakken ze zelf wel. Het gaat om bloot. Ja. He, dat de mensen in Burundi geen fatsoenlijk bloot hebben. Oh. Ze snakken naar bloot. Ja. En waarom die actie dan van u? Nou, is dus geen bloot. Ik bedoel, ze lopen zelf wel bloot, maar dat is een ander bloot natuurlijk. Je hebt hooguit een oude playboy. He? Voor krankzinnige prijzen op de zwarte markt.
Maar de kleine, gewone man in Burundi, die heeft geen bloot. Die kent geen bloot. En vandaar dat wij zeggen, er moet bloot in Burundi. He? Dus voor de ziekenhuizen, de bejaardenhuizen, waar de kleine man snakt naar bloot. Dat wij dat gaan brengen. Dus dat wij ook vragen dat de mensen de oude blootbladen na gebruik niet wegdoen. Maar de oude penthouses dus inleveren op de verzamelpunten uit de advertenties die komen. Oud bloot, nieuw bloot, geeft niet, alle bloot is goed. En dat we dan, schat ik, 100 containers met bloot naar Burundi kunnen sturen. En dat de mensen die het hardste nodig hebben, bloot, en er alles niet naartoe komen. Dus het geld er niet voor hebben, omdat het niet is. Hè, terwijl wij stikken in het bloot, lopen het tankstation maar binnen. Dat die dan voor kerstmis van mooi bloot kunnen genieten, ook eens een keer. En ik hoef er echt niet aan te verdienen, want ik leg er eigenlijk op toe. Ja, blank bloot, is daar dan behoefte aan in Burundi? Ja, sekshongersnood is overal natuurlijk. Hè? Dus dat die mensen eindelijk eens kennis maken met ons bloot. Ja, ja. Dat is ook in ons eigen belang, voor ons eigen bestwil, geloof ik. Voor de hele markt, en, als je het zo bekijkt. Ja, u handelt natuurlijk in bloot. Ik wens u een reuze gezellige Sinterklaas. Ja, onder andere. We distribueren ook bladen, blootbladen. Wat gunstig is voor de actie, want wij weten waar we thuis zijn. En dat gaat me eigenlijk om het gebaar dat we maken. Hè? Vanuit het Rijke Westen, met ons vele bloot. Dat wij zeggen, kerstbloot voor Burundi. Kerstbloot. Snakken ze ernaar, echt waar. Kennen ze niet. Is het niet. Het is er wel, maar voor die kleine man niet. En die kleine man wil ook bloot. Mag die ook bloot? Hé, we stikken toch in het bloot hier. Kerstbloot voor Burundi. Zoveel mogelijk.